Hey, goedemorgen. Het is nu ongeveer bijna 10:30. Het was nog een beetje van de keer dat je 's ochtends wakker wordt en gewoon denkt niks, maar blijft liggen. Ik vind het zo zalig. Ik heb nagedacht over wat vandaag het plan is. Ik moet sowieso mijn was wegbrengen, want die berg die is gewoon te groot aan het worden. En ik heb, ja, ik zit zeg maar een beetje te worstelen met wat ik elke keer aan moet, omdat de dingen vies zijn en doe ik weer een handwasje en bla bla. En ik vind dat vet irritant als je daar elke keer over moet nadenken. Dus ik ga mijn was wegbrengen. Nog zoiets. Weet je dat ik eergisteren zei van dat ik zo moeilijk in slaap kon vallen? En dat kwam toen inderdaad ook omdat ik toch moest opstaan. Maar vannacht was het inderdaad ook. Ik lag maar te woelen en ik had zoveel energie. Ik dacht, wat is dit nou? Weet je wel, hoe kan dat? Nou, ik heb er eens over nagedacht. Sinds dat ik weg was uit Indonesië, heb ik bijna elke week een hike gedaan. En super veel gelopen. Echt elke dag, de hele dag doorlopen, omdat je in steden gewoon mega veel loopt. En in Indonesië had ik ook wel eens van die dagen dat ik echt, zeg maar, veel te veel energie had. En toen kwam ik er, zeg maar, na een week of twee, kwam ik erachter, oh, dat komt omdat mijn lichaam heel veel beweging gewend is. En als ik dan eventjes een tijdje niet beweeg, dan heb ik veel te veel energie. En nu zat ik gisteren na te denken, ik dacht, ja, maar ik moet nu vroeg opstaan. Waarom lig ik zo hyper in bed? Ik dacht, oh, ik ben een week weg uit Hongkong en ik heb vrij weinig bewogen. Mijn lichaam kan daar absoluut niet tegen. Dus ik ga zo meteen een workout doen. Voor het eerst sinds Indonesië. Dat is dus 3 maanden terug. Oh, ik ga morgen zo'n spierpijn krijgen. Dat weet ik nu al. Daarnaast heb ik besloten om vandaag een pamperdag te maken. Nee, ik ga niet in de luier lopen. Maar ik ga wel gewoon lekker een massage nemen. Heb je deze nagels gezien? Dit kan echt niet. Dit moet gefixt worden. Dus vandaag gewoon even chillen, relaxen. Een beetje een spa-idee. OMG, best wake-up call ever. Hi! Hi, Happy! Ah! Well, thank you! Ik krijg een douche. Even ontbijten met havermout voor mijn workout. De vraag die ik nog nooit in een video heb beantwoord is of je voor een workout wel of niet moet eten. Nou, kan ik heel kort over zijn. Ik zou zeggen ja. Want voor een workout heb je energie nodig. Soms hoor je wel eens dat mensen voor yoga niet eten. Nou, dat gaat dan denk ik nog wel, want je moet jezelf de hele tijd krom leggen en dan word je vrij snel misselijk. Maar over het algemeen zou ik zeggen, ja, eet zeker voor een workout, want je hebt energie nodig om te bewegen en die energie haal je natuurlijk uit voedsel. Wat moet je eten voor een workout? Kijk, ik ben geen personal trainer, ik weet het alleen op basis van wat ik allemaal heb gelezen. Een aanrader is zeker het boek Thrive. Dus ik zet even de titel hier zo. Dit is een boek geschreven door een vegan man die als triathlonloper steeds sterker en sneller werd. Omdat hij zijn energieinname en zijn hersteltijd optimaliseerde. En dat vond ik echt een heel erg goed boek die uitlegt wat je wel en niet moet eten voor een training. En zijn aanrader was om voor een training voedsel te eten dat voor je lichaam het minste energie kost om te verteren. Maar de meeste energie en op de snelste manier energie levert voor je workout. Dat zijn dus voedingsmiddelen met veel snelle koolhydraten, zoals bijvoorbeeld bananen. En liever niet proteïnes, omdat die je lichaam heel veel energie kosten om af te breken. Dat is natuurlijk waarom je er zo lang van vol blijft zitten. Maar voor je lichaam is het niet handig, want 1. Het wordt niet snel in energie omgezet. En 2. Het kost je lichaam veel energie om te verteren. Dus wat ik nu eet, havermout, is eigenlijk niet handig, want het zijn langzame koolhydraten. Dus kost mijn lichaam vrij veel energie om het af te breken. En het wordt ook niet heel snel door mijn lichaam opgenomen. Het is vooral zeg maar constante energie. Terwijl je eigenlijk nu wel een piek zou willen om gewoon explosief te trainen. Maar goed, ja, ik heb nu eventjes niks anders. Maar dan weet je dat. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb uitgelegd. Dat is even een tussendoor dingetje. Als jullie willen, zou ik daar misschien best wel een video over kunnen maken. Ik ben dood, maar niet zo dood als ik dacht dat ik zou zijn. Oeh, ik heb een douche nodig. Na een workout is het heel belangrijk om veel en proteïne te eten. Ik heb een cashew roerbakgerecht besteld met tofu. Dus ik krijg ook goede vetten, cashewnoten en groenten. En ik heb ook nog een curry besteld. Ridiculously veel eten,
Maar dat heb je ook wel echt nodig als je hard hebt getraind. Veel meer dan de meeste mensen denken. Ah, ik zit zo lekker vol. Het eten was echt goed. Trouwens, als je denkt, maar hoezo eet je zoveel? En is dat niet veel te veel? En bla bla bla. Nou, wat ik heel vaak hoor, als ik je nog een tipje mag geven over trainen en voeding, is van mensen die heel veel gaan trainen, ineens heel veel honger krijgen en niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan. En dan vragen ze bijvoorbeeld aan mij, maar ik ben ineens zo hard gaan trainen, maar ik heb de hele tijd honger, ik snap het niet. Nou, dat komt omdat je dus veel meer energie verbrandt dan je normaliter zou doen. Dus je moet ook, logischerwijs, meer eten dan je normaliter zou doen. Voeding maakt net zoveel, meer. Maakt zelfs 70-80% deel uit van het proces om fit te worden. En sporten is misschien 30-20%, maar het begint allemaal bij je voeding. Dus dat is even tussendoor. Ik heb oprecht trouwens nog nooit een Q&A video gemaakt over sporten en voeding. Zou je dat leuk vinden? Zo ja, laat dan je vraag achter in deze comments. En als ik er dan genoeg heb, dan maak ik daar een Q&A video over. Ik heb mijn was weggebracht en ben nu naar het strand aan het lopen voor een Thaise massage en om deze mes te fixen. Ik moest heel even nadenken over onze teamsong van vandaag. Ik ben hem niet vergeten. En ik dacht eerst van iets met zelfliefde, voor jezelf zorgen, bla bla bla. Omdat ik zo aan het trainen ben en massage en bla. En toen was ik jullie comments aan het lezen. En eentje die werkt dus op een vliegveld, geeft een persoonlijk advies over Thaise toeristenvisum. Ik krijg een berichtje met een eye-opener verhaal over te laat komen. Even alles bij elkaar. Dit is onze teamsong van vandaag. Everything is awesome. Everything is awesome when you're part of a team. Oh yeah. Ik vind het zo gezellig dat je er bent. Ik heb een oliemassage gefixt met 100 baht korting en dit uitzicht. Schat, maar ze is veel ouder dan je haar, schat, want ze lijkt 20 in mijn ogen. Als je in Ao Nang bent, dan moet je, what is this called? Blooming, naar blooming massage bij Yuri, want ze heeft me net echt een fantastische massage gegeven en gel nagellak en ik krijg koekjes mee. Yuri, you're awesome, thank you. Ik heb nog een papaya shake gehaald. Yum. Oh, zo blij met mijn nagels. Wat een opluchting, dat dat weer gefixt is. Everything is awesome. Everything is awesome when you're part of a team. Ik was al een tijdje op de kamer omdat ik even wilde editen en nog een telefoongesprek had en dat soort dingen. Allemaal niet boeiend voor jou. Wat het allerbelangrijkste is, dat we nu gaan eten. Ik heb weer het cashew wokgerecht genomen omdat die zo lekker is. En de iced lemon tea. Ik heb een sprinkhaan gevangen. Freaking eng. Hij sprong echt bijna in mijn gezicht. Ik ga hem niet doodmaken hoor. Hij gaat gewoon met een blaadje naar buiten. Het is 1 uur. Ik ga lekker slapen. Best wel een vooruitgang op vorige week. Want toen was het elke keer 2 uur. Nu zitten we op 1 uur. Dus hopelijk gaan we straks naar de 12 uur. Misschien zelfs nog weer eerder en zo. Morgen wil ik een scootertje huren. Om een beetje weer lekker rond te gaan crossen. Vanochtend dacht ik, ik weet niet of ik dat weer durf en zo. Thailand is toch weer anders dan Bali en dinges. Maar naarmate de dag vorderde, dacht ik steeds meer, ja, hier heb ik wel echt weer zin in. Dus ik ga morgen gewoon kijken hoe ik me voel en of ik er zin in heb. Maar dat is nu zeg maar de bedoeling. Als je al geabonneerd bent, high five doet, dan ga je natuurlijk gewoon mee. Mocht je nog niet geabonneerd zijn en denk je, wauw, ik wil morgen ook wel scooter rijden. Nou, dan kan je hierop klikken om je te abonneren en dan ga je morgen ook gezellig mee. Mocht je zoiets hebben van, nou, ik moet nu meer vlogs kijken, dan kan je hier eventjes klikken voor de vorige aflevering. Daarmee kom je ook bij de afspeellijst van de vorige travel vlogs. Dan zeg ik voor nu een hele fijne dag. Dankjewel voor het kijken en ik zie je morgen weer.